Welkom bij SVZW TV en deze keer de wedstrijd SVZW tegen Harkemaanse Boys. En eens kijken wat Bertel ter Avest en Geert Veldhuis voor plannen hebben op deze middag. De achterhoede is altijd wel bekend. Gelukkig is Jordi Holtkamp ook weer aanwezig. En ons talent Maarten Jansen staat ook weer in de voorhoede. Als dan Doggy bijna klaar is, en nu helemaal klaar is, dan kan de wedstrijd beginnen. Beide elftallen komen het veld op. En eens kijken wat op deze, ja, zonnige, maar ook wel bewolkte middag ons gaat brengen. Zoals ik al zei, Jordi Holtkamp weer terug naar een blessure. Nou, hij heeft tijd gehad om de baard flink te laten groeien. En dan kan de wedstrijd beginnen. Harkemaanse Boys met de aftrap. En gelijk al drang naar voren toe. Want Harkemaanse Boys die denkt van het is een hele rijden van Harkema naar Wierde. En we gaan hier ook de punten schaam pakken. Maar dat kan nog wel eens tegenvallen. Want SWC 2 zit in een hele goede flow. De laatste wedstrijd tegen Staphorst met ruime cijfers gewonnen. Maarten Jansen maakt een aantal prachtige doelpunten. En eens kijken of hij dat deze middag ook nog kan doen met hier Michael Wensing. Michael Wensing ziet daar Michiel van Keulen lopen. Michiel van Keulen kan die bal nog voorzetten. Ik kan hem voorzetten en dan is het Ruud de Heijden. Natuurlijk is het Ruud de Heijden die bal dan inprikt in de 9e minuut. En dan staat SVZ2 met 1-0 voor. Door een prima doelpunt en ook een prima aanval van SVZ2. Hier nog één keer. Ruud de Heijden kan de patoffel er tegenaan krijgen. Keeper kansloos en dan is het 1-0 voor SVZ2. Prima doelpunt Ruud de Heijden en natuurlijk een prachtige assist van Michiel van Keulen. Ja, wij zijn fan van Michiel van Keulen. Dan is het Harkemaanse Boys met een corner. De corner kan dan niet worden weggewerkt en dan gaat die bal ook maar net over. En zo geeft Harkema een visitekaartje af en dat ziet ook Geert Veldhuis. Geert Veldhuis die waarschuwt de jongens van pas op jongens. Want hier is een prima mogelijkheid en dan kan de bal worden weggekoopt door Michiel van Keulen. En dan voorkomt hij daar een doelpunt mee. En dan hier is het Oekhoes. Oekhoes kan de bal naar Michael Wensing toe brengen. Michael Wensing wordt er vastgehouden. En dan is het een vrije trap op een hele gunstige positie voor SVZ2 natuurlijk. Ja, Oegus kan dan de bal eens even prima gaan klaarleggen. De keeper, Jansma, die gaat eens even de muur opzetten, op een goede plek zetten. Komt dan die bal en dan is het over. Helaas, prima mogelijkheid voor SVZ2. En dan is het een snel genomen vrije trap van Harkema. Harkema die kan dan uitbreken, kan dan de bal voorbrengen. Dat kan zeker en dan is de bal ook net naast. Ja, Harkema rammelt aan de deur van SVZ2 hier weer in corner. En dan is het Michiel Achterhoek, prima Koli, die afscheid neemt dit seizoen van SVZ2, maar die pakt hem aan de bal in de lucht. En dan is het hier weer een goede mogelijkheid. En dan is het weer Michiel Achterhoek die bal redt. Wat een keeper is dat toch. Harkema opbouwend van achteruit met een lange bal van de keeper. Maar dan is het de wind die dat parten speelt. En dan kan Maarten Jansen kan dan die bal in de klus meekrijgen. En dan is het tegen de lat. Maarten Jansen. Oh, dat was weer een prima mogelijkheid voor de scherpe spits van SVZ2. Nog één keer in herhaling. Die bal op de kruising. Dit was een prachtig doelpunt geweest. Dit was het doelpunt van het jaar geworden. Maar helaas, lat staat de doelpunt in de weg. En dan zitten we inmiddels in de tweede helft. Zonnetje is gaan schijnen. Zal dat ook voor SVZ2 zo zijn? En zal die ook blijven schijnen? Maar de Harkemaanse Boys die op weg is naar een doelpunt. En hier is het dan een prachtige mogelijkheid. Omdat Michael Wensing die bal niet goed wegwerkt. Maar hier wel goed wegwerkt. Uit de doelmond. En dan is het nog steeds 1-0 voor SVZ2. Dan een corner van SVZ2. Kan die bal worden voorgemaakt? En oh, er is er niemand die kan inkoppen. Zo deinde het spel op en neer. En hier een ruwe overtreding. Weer Michael Wensing. De hele bank van Harkema in rep en roer. Nou, even kijken hier, de jong dan die bal gaat nemen. Iedereen kijkt hem over. Dan komt hij op de lat. Oh, daar komt SVZ2 echt heel goed weg. Nou, Harkema kwam wat feller en wat fanatieker uit de kleedkamer weg. Misschien wat extra theezakjes in de thee gehad. En hier weer een prima mogelijkheid. Maar de bal gaat dan over. Dan Schokker met de bal, met de corner. En dan komt die bal tegen de paal. Kan dan worden weggewerkt door Michiel van Keulen. Michiel van Keulen kijkt naar een afspeelmogelijkheid. Schiet dan de bal naar voren toe. Kan weer worden opgepakt door Harkema. Harkema kan dan weer op gaan bouwen. Maar is wat slordig. En dan is het Ruud de Heijden. Ruud de Heijden en nog Maarten Jansen. Maarten Jansen, kom op die bal. Pak op die bal. Maar dan is keeper Jansma. Jansma is dan net iets te snel.
En zo gaat er een prima mogelijkheid voorbij voor SVZW. Dan Harkema weer op jacht naar die gelijkmaker. En hier komt hij toch heel mooi vrij voor de goal. Maar dan is het is wat slap ingeschoten van die Constantia. Maar dan is het hier een corner van Schokker. Schokker zet die bal naar voren. En dan is het diezelfde Constantia die dan helemaal vrij staat en gewoon kan inkoppen. Ja, het zat er ook wel in. Want Harkema's boys rammelden echt aan de deur van SVZW. Ja, nog een keer in herhaling. Prima corner. En dan staat hij helemaal vrij. Niet gedekt. En dan kan hij heel makkelijk inkoppen. Ja, dan is het 1-1. SSR2 toch op jacht om die drie punten binnen te halen. Hier Nigel Michels. Nigel Michels kan die bal naar voren zetten. Oes! Oh, komt net een voetje tegenaan. Helaas voor SVZW. Gelukkig zijn er nog fans die de moed erin houden. En hier in de corner van Oegoes. En dan kan die bal worden weggekopt. Hier Kevin Aman was in het veld gekomen. En dan kan hij de bal voorzetten. En die kopt hem dan erin. Ja, Bartels, maar die kopt hem er niet in. Maar die kopt hem helaas naast. Hier Van Keulen. Keulen op wens ik weer terug naar Van Keulen. Van Keulen ziet daar Oegoes. Kan dan de bal in het centrum krijgen naar Michels. Pakt een kaats mee. Kijken wat hij kan doen. Dan een balletje. Maar wat meer, een rolletje rolt ook langs de goal. Helaas SVZW geen doelpunt. Dan is het Harkema. Harkema kijken of ze drie punten mee kunnen nemen naar Friesland. Maar dat is natuurlijk niet de bedoeling. Wij van SVZW willen toch wel de punten hier houden. Dan is het een prachtige mogelijkheid. Maar fluit de scheidsrechter voor buitenspel. En gaat deze aanval over. Dan Magiel van Keulen. Altijd op drift. En dan is het hier met Bas Woestuit. Bas Woestuit kan die bal voorzetten. Kan dan niet iemand de SVZW de bal krijgen. Dan is het weer Woestuit. Woestuit kan dan op weg. Maar dan is het Wensing. Wensing pompt die bal naar voren toe. We zitten in de laatste fase van de wedstrijd. Bartels, kan hij de bal voorzetten? Kan hij de bal voorzetten? Oh, maar dan is het keeper Jansma die de bal kan pakken. Ja, en dan is het afgelopen. 1-1 gelijkspel. Eigenlijk ook wel een terechte uitslag bij deze wedstrijd. SVZW tegen Harkema's & Boys. Ze zijn al een beetje gewend aan de kleuren rood. De volgende wedstrijd is tegen Excelsior uit. Eens kijken wat SVZW daar kan doen in deze prachtige derby. We zien jullie volgende week bij Excelsior tegen SVZW.